Dit is de Make-up Masterclass. Ik zit 17 jaar in het vak als hair make-up artist. Werk veel voor binnen- en buitenlandse modebladen. Ik heb heel veel shows gedaan in Milaan, Parijs en New York. Voor de grote modehuizen, maar ook voor Victoria's Secret. En omdat ik vind dat er al heel veel superleuke beautyvlogs zijn voor, maar vooral door hele jonge meiden. En dat er voor de meisjes van 40 plus eigenlijk nog niet zoveel is. Daarom dus nu mijn beautyvlog. Vandaag gaat mijn vlog over de perfecte basis. Een mooie transparante basis, hoe breng je die aan? Om een basis aan te brengen moet je natuurlijk met je eigen basismateriaal beginnen. Dit is dus het mijne. Zoals je ziet heb ik helemaal geen make-up op. Ik heb al wel wat huidverzorging gebruikt. Ik heb gekozen voor de 3D Filler Mask van Dr. Brand. En ook van Dr. Brand Needles No More. Needles No More zorgt ervoor dat de lijntjes wat vervagen en dat dit allemaal een beetje strak trekt. En de 3D Filler Mask zorgt ervoor dat je contouren wat scherper worden en dit allemaal een beetje wordt opgevuld. En dat is allemaal niet geheel onbelangrijk als we zo die 40 gepasseerd zijn. Daaroverheen nog wat moisturizer. Ik kies voor de Magic Cream van Charlotte Tilbury. Daar zitten lichtweerkaatsende deeltjes in. En daarmee ga ik eigenlijk... Je kunt het overigens over je hele gezicht heen aanbrengen, maar ik ga een paar highlights zeg maar aanbrengen zo, alvast voor onder mijn basis. Je krijgt hier een hele mooie huidglans van. Gewoon een klein beetje. En dan de basis, dan komen we bij mijn geheim. De Skin Wheel van Alice Faas. Zit heel handig in een pen, gewoon zo opdrukken. En je brengt het eigenlijk gewoon in grove strepen aan over je gezicht. En dan ga je hem zo dadelijk heel mooi transparant uitwerken. En daarvoor gebruik ik een van mijn eigen sponsjes. Ik heb mijn eigen kwastelijn en mijn eigen sponsjes. En dit is mijn beauty sponsje. Ga je als volgt te werk. Je gaat hem zeg maar zo, eigenlijk rol je hem heel mooi in je huid. Oortjes ook altijd even meenemen. Zorg ervoor dat als je je basis aanbrengt, dat je transparant werkt. Liever twee keer een dun laagje dan één keer een te dikke. En zorg er ook voor dat hier in het hart van je gezicht, dat daar het zwaartepunt van je foundation ligt. Omdat hier altijd de kringen, de vlekjes, etc. zitten. En dan als laatste wat ik ook altijd even doe, is een heel klein beetje foundation hier aanbrengen in mijn hals. Die werk ik uit met de bolle kant van de spons. En de reden waarom ik dat doe, is omdat ik hier geen rand wil hebben. Basis zit erop, dan natuurlijk de concealer. Ik kies ook voor de concealer van Alice Faas. Zit in een pen, heel handig, opdraaien, aantippen waar je het nodig hebt. En dat zijn natuurlijk altijd hier die blauwe kringen, neusvleugeltjes. Ik pak mijn mondhoekjes ook altijd even mee. Dan heb ik een inimini eitje. En dan kan je natuurlijk heel handig in de kleine hoekjes van je gezicht komen. De reden waarom ik mijn concealer altijd na mijn foundation doe, is omdat als ik het andersom doe, dan heb je kans dat je de concealer er toch weer afveegt. En die dekking die heb ik nou juist zo hard nodig. Dan heb ik helaas nog wat pigmentvlekjes. Die ga ik met een wat stevigere concealer, een MAC paletje, wegwerken. Ik gebruik een van mijn eigen penseeltjes, gewoon een klein marterhaar penseeltje. En ik kies voor deze tint. En dan ga ik hier die vlekjes even wegwerken. Soms als ik van die hele heftige sproeten heb, dan werk ik die ook even weg. Gewoon aantippen en met je vinger inkloppen. Nog een ander vlekje wat hier niet hoort. Zo, die is ook weg. Dan ga ik het afpoederen. Ik gebruik mijn eigen XL Powder Brush, een soort reusachtige poederdons. En ik ga de Loose Invisible Setting Powder van Laura Mercier gebruiken. Het is een kleurloze poeder, heel fijn van textuur. Die kun je ook voor de wat donkerdere huidtype gebruiken. Klein beetje poeder op de kwast. Even goed afslaan en dan als volgt gewoon zo over je hele gezicht. Oortjes ook weer even mee, hals. Onder mijn ogen dan nog een heel klein beetje Secret Brightening Powder van Laura Mercier. Die breng ik aan met een kleinere kwast. En die is overigens ook van mezelf. Hier zitten lichtweerkaatsende deeltjes in. En die zorgen ervoor dat de blauwe kringen onder je ogen nog veel beter verstopt zijn. Nou, mijn basis zit er eigenlijk zo goed als helemaal op. Ik breng toch even wat kleur terug in mijn gezicht. En dat doe ik met een beetje cream blush van MAC. De Lady Blush werkt heel simpel. Gewoon op je vingers en dan op de appeltjes van je wangen. Heel zacht een beetje uitwerken. Zo, een beetje kleur terug.
Dan nog een klein beetje glow-up powder van Anastasia. Dit is de lichtste tint. Ik ga met een small fan brush van mezelf ga ik dit aanbrengen. En dat doe ik zo. En de reden waarom ik dat zeg maar nu over die blush doe, is omdat ik die highlight zeg maar ietsjes over die blush wil laten komen. Klein beetje over je neus, cupidoboogje en je kin. Klein beetje mascara van Laura Mercier, de zwarte Long Lash Mascara. Het ziet er altijd weer heel anders uit met een beetje mascara, vind ik. Ik voel me altijd toch een beetje kaal zonder. Nou, dit is mijn variant van de perfecte basis. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Tot de volgende keer. Dag! Thank you.